In deze korte kennisclip ga ik in op de vraag: kun je maatwerk organiseren bij afstandsleren? Maatwerk is enorm belangrijk in trainingen, in fysieke bijeenkomsten hebben we daar natuurlijk volop ervaring mee. Maar hoe zit dat bij afstandsleren? Ik zal twee modellen bespreken die helpen om daarover na te denken, zonder in deze kennisclip al alle antwoorden op deze vraag te geven. En het eerste model gaat vooral over motivatie. En dat zegt eigenlijk dat maatwerk heel erg motiveert. Het model is van Daisy en Ryan, een wetenschappelijk model, wat eigenlijk zegt dat als je een goede balans hebt tussen, enerzijds, relatie met je deelnemers, competentie van je deelnemers en ook de deelnemers autonomie geven, dat als je die drie elementen goed in balans in je training hebt zitten, dat dat zorgt voor een motiverende aanpak. Hoe ziet dat er nou uit bij afstandsleren? Als je denkt aan uh, relatie, is er natuurlijk de uitdaging. Hoe kun je nou ondanks die fysieke afstand toch die persoonlijke relatie goed, uh, goed opbouwen? Uh, en dat kun je doen door mensen, uh, deelnemers, op een of andere manier alvast persoonlijke aandacht te geven. Door wat te doen aan groepsvorming. Uh, uh, en dat zijn wel de uitdagingen van het uh, afstandsleren als het gaat om relatie. Als je werkt met een groep mensen die je al kent, collega's, uh, ik noem maar even iets, uh, is dit natuurlijk makkelijker te organiseren dan als je dit op afstand moet doen met een groep vreemden. Autonomie, tweede elementje uit het model, dat gaat eigenlijk over hoe kun je dan bij afstandsleren de zelfwerkzaamheid uh, organiseren. Dus je gaat bij het ontwerpen van je aanpak vooral kijken. Hoe kan ik um, de deelnemers zo faciliteren dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen um, en daarbij ook keuzevrijheid aanbieden? Dat geeft ook een gevoel van autonomie. Ik mag zelf kiezen welke opdracht ik doe, uh, op welk moment ik bepaalde uh, uh, kennis tot me neem. En dat kun je prima organiseren met, uh, met afstandsleren. Misschien zelfs wel beter dan uh, het leren in een fysieke context. En tenslotte. Competentie, en dat is natuurlijk het aansluiten bij het kennisniveau van de betrokken deelnemers. Uh, je sluit in dit geval aan bij de verschillen tussen de deelnemers, en dat kun je bijvoorbeeld doen door je bronnen op niveau aan te bieden. Uh, ik werk zelf bijvoorbeeld vaak met, uh, met prikborden, uh, die ik dan op vier niveaus uh, aanbied, waarbij de mensen hun bronnen kunnen zoeken bij uh, het prikbord wat past bij hun instapniveau. En een hele belangrijke bij afstandsleren is hoe kun je die deelnemer ook als mededeskundige inzetten. Dus de deelnemer actief mee laten zoeken naar bronnen die delen met andere lerenden. En op deze manier een soort, ja, soort lerend leren netwerk maken van je groep deelnemers. En dat kun je ook prima organiseren met afstandsleren. En de laatste, daar zal ik dadelijk even wat dieper op ingaan, dat is om te kijken hoe kun je nou die deelnemer krijgen in de zone van het snelle leren en daar pak ik dit modelletje even voorbij en eigenlijk is dat een heel veelvoorkomend model waarbij je zegt van nou links zie je mensen hebben al heel veel kennis van een onderwerp en als ze al heel veel kennis van een onderwerp bieden zoals jij het aanbiedt dan zullen ze zich snel gaan vervelen en hoe meer onbekend erbij zit hoe, uh, ja, hoe moeilijker het uh, wordt om te leren, maar ook hoe interessanter. Eerst komen ze in de comfortzone, dan uh, is het meeste wel bekend, maar zitten er toch nog een aantal nieuwe elementen in. En uh, op een bepaald moment uh, zijn er zoveel nieuwe elementen uh, dat men komt in de zone van het snelle leren. En in die zone van het snelle leren is eigenlijk de perfecte balans tussen uitdaging uh, met nieuwe kennis, maar het wel nog steeds kunnen koppelen aan bestaande kennis. Dit heet, in het onderwijs noemen ze dit de zone van naast ontwikkeling met een chic woord. En het komt ook voor in de wereld van het gamen. Daar heet het uh, pleasurable frustration. Uh, een game die levert jou uh, een bepaalde level op. Uh, je komt, uh, en je krijgt in dat level, krijg jij precies genoeg nieuwe uitdagingen. Uh, terwijl het niet zodanig frustreert dat je afhaakt. Want de spelmakers willen natuurlijk dat je blijft spelen. Vandaar pleasurable uh, frustration. En in die zone van het snelle leren, daar zie je ook, ja, kom je ook begrippen als flow kom je daar tegen. Of in de zone zijn. Uh, dat is, heeft allemaal te maken met de, precies de goede balans in uitdaging. Nou, als uh, helemaal bovenaan is, natuurlijk, de zone van frustratie, dan uh, krijg je zoveel nieuwe kennis dat je zoiets hebt van: nou, wat ik hiermee moet, weet ik niet. Uh, dit is, ik kan dit niet relateren aan mijn eigen voorkennis. Ik kan het niet relateren aan mijn eigen situatie. Uh, dus dan treedt de zone van frustratie op. Nou, uh, wat gedachten bij afstandsleren, hoe je dat dan organiseert. Um, nou, ik denk dat het uh, een goed idee is om minder plenair uh, te doen uh, en meer individueel mensen met de stof bezig te laten zijn, waarbij je ze wel actief steeds bedient en ook toegankelijk bent als trainer om ze te begeleiden. En dat je ook meer in groepjes doet. Uh, in kleine groepjes waarin mensen even in tweetallen uh, toch die online communicatie kunnen hebben over een bepaalde opdracht of een bepaalde leeractiviteit. Ik denk ook dat het uh, belangrijk is om veel variatie te bieden in werkvormen. En ja, de, de kunst, en daar zullen we in de training ook op ingaan, is om te kijken naar hoe je, uh, wat voor werkvormen kun je nou denken uh, die bij afstandsleren. Uh, passend zijn bij de deelnemers en uh, ook passend bij, ja, bij de manier van communiceren hoe je dat doet on online. En uh, je, wat, je, wat een laatste belangrijk is, dat je ook uh, deelnemers uh, de gelegenheid geeft, de tools geeft eigenlijk, om hun eigen maatwerk te organiseren. Dat ze zelf uh, zien van, nou, dit stukje uh, beheers ik nu, ik ga vast iets doen van het volgende stukje, uh, zonder dat jij daar als trainer continu uh, in hoeft te sturen. Maar daarvoor hebben ze wel tools nodig, zicht op van hoe kan ik even toetsen dat ik die stof ook daadwerkelijk snap, zodat ik naar het volgende stapje kan en daar niet vastloop in de frustratie. Nog even samenvattend: twee elementen, twee modellen ter ondersteuning van het denken over afstandsleren en maatwerk. De ene is die van relatie, competentie, autonomie. Dus hoe is mijn relatie met de andere deelnemers? sluit het, uh, de stof die ik aan, ab, aan de manier van werken aan bij uh, mijn competenties en krijg ik als deelnemer uh, autonomie om in die online afstandsomgeving mijn eigen keuzes te maken en uh, mijn eigen richting ook een stukje te bepalen en dat laatste uh, het stukje van de competentie zou je dan nog iets kunnen uitdiepen in dit modelletje waarbij je zegt van jij, je loopt altijd er loopt altijd een proces van bekend naar onbekend Um, maar zorg ervoor dat die stap niet te klein is en zeker ook niet te groot. En dan kom je in de zone van het snelle leren. Dat was het.